En voor de rest, alle kamers in Clanker zelf. Clanker! Clank knoot like dirty water. Arm Clanker. Ik heb altijd echt medelijden. Medelijden met Clanker. Zo zielig. Ik vind het ook awesome dat Clanker zit ook in Nuts & Bolts. Nu bewegen zijn ogen bewegen ook mee. Ik denk wel een van de beste characters dat ben ik dus wie is Clanker. Een van de meest memorable. Ga nou even weg, man. Ik moet hem eerst natuurlijk omhoog hijsen. Ga hem even helpen. Ik heb zo meteen die rare vis. Dit gaat echt even een faalmarathon worden. Ik hoop dat jullie je voorbereid hebben. Want dit gaat altijd fout. Nee, wordt eigenlijk alles wat wil is gestreamd. Je hebt ook, er is ook Amnesia is al gestreamd. En ik heb gisteren en vannacht, Loop, wat doe je nou? Even een bubbel. Ja, er moet een spoiler. Het moet natuurlijk spoiler. Voor die zijn bijvoorbeeld met recente games. Vind ik zelf. Als mensen nog moeten spelen, bijvoorbeeld net als de Assassin's Creed of zo. Die zouden eigenlijk. Zouden ze spoiler-free moeten blijven. Stel dat er een cutscene komt of zo, dat je hem even snel op pauze zet of zo. Je stream. Dat je in ieder geval de spoilers voor jezelf houdt. En straks krijg je weer van die mensen die boos worden. Ja, de spoiler valt. Jee, Clanker gaat naar boven. Ik krijg weer frisse lucht. Loop. Jeez. Heb ik de ginger nou gepakt? Loop, dat is echt een bubbel. Precies. Eigenlijk zou iemand Battletoads moeten sturen. Of moeten spelen. Eigenlijk zouden we Battletoads moeten doen als een Rage Marathon. Gewoon als Super Meat Boy klaar is, gewoon Battletoads of zo. Ja, dat is lekker classic. 1000 times awesome. Ja, precies, Oxy, precies. It's a jiggy.
ze toch eigenlijk tegenaan ziet, of niet? Zo, meegaan. Dukken. Precies. Ik vraag me echt nog steeds af, hè, hoe die pistolen van Duckhunt nou werkte. Ik heb het nooit begrepen. Is er nou een camera in ofzo? Nope, we gaan niet dood. We gaan even Klenkerbro helpen. Lekker scheef. Thank you, Bear. No problem, Clanker. No problem. Oh, die mutants, die waren altijd zo eng. Praat eens wie de dood gaat vandaag. Jawel, dat ben ik. Kom met die broskies. Snippet mutants. Fight as you must! Oh wat, pak ze! Yes! It's beaten, Snippet Mutants! Een voetenverwarmingsmat. Wat? Wat? Wat?
Oké, ik ga weer zuipen. Ze verzinnen echt de meest rare dingen. Kom op, swim! 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 Swim to win! Deze kant heb ik gehad. De andere kant. Echt na, jongen. Die zeik. Die dingen zitten altijd zo. Verstopt. In dit level. Wat heb je daar nou weer aan? Wat is dat nou? Dat kan je net zo goed je laptop aanzetten. Daar je voeten op doen. Dan kan je op je sloffen. Dat is net zoiets kansloos als van die opwarmbare sloffen die op USB werken. Die heb je echt. Je hebt zo'n... van die sloffen. Ja, er zit zo'n USB stekkertje in en die kan je opwarmen via je computer. Dat is echt zo... Ja, precies. Ik heb wel altijd zo'n dingetje gewild, zo'n rocket launcher op USB. Zo awesome. Zo'n ding schieten. Ja, ik ga zo even antwoorden. Ik vind het een goed idee, Oxy. Dan zeg ik het zo, hoef ik niet te typen. Ik was even aan het focussen op klanken. Ja, precies. Misschien dat het ook wel goed is om een regel toe te voegen. Hallo. Dat, bijvoorbeeld een regel van zo'n recente spellen, tot ongeveer 6 maanden na release, gewoon spoiler-free moeten blijven ofzo. Het is maar een idee, het is maar een suggestie. Gewoon om ervoor te zorgen dat mensen niet in de stream komen en dat ze het spel niet meer hoeven te spelen, dat ze het al de helft gedaan hebben, gezien hebben. No! Jongens! Wat? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Goedendag Ricardo. Wat fijn dat je er ook weer bent. Worden we happy van. Ga weg. Hoi Down, wat fijn dat je er ook weer bent. Oh, je was er al. Nou, ik ben blij dat je er... Nee! Jongens, what the hell? Down. Ik kan ook gewoon douwen zeggen. Hey, douwen. Ik vind het ook zo raar om de hele tegen mijn computer. Hey, cutie te zeggen. Hey, cutie. Hoe is dat, cutie? Ja, goed, cutie. Dan denk ik ook, wie zit hij nu te flirten? Hey, cutie. Dat kan toch niet? Dan krijg ik ruzie met Elzo. Even lekker die pijp te verhalen nemen. Stomme Jinjo's. Hoe kom je nou weer vast te zitten in die buis? Wat zijn dit toch waardeloos raar.